Een zinderende finale was het. Met één doelpunt verschil verloren de Nederlandse handbaldames gisteravond de finale van het EK. In het Zweedse Göteborg moesten de vrouwen het uiteindelijk afleggen tegen topfavoriet Noorwegen. Vanmiddag werd de ploeg met een aantal regiogenoten onthaald op Schiphol door fans en heel veel pers. Met wat voor gevoel sta je hier nu op Schiphol? Met een teleurstellend gevoel. Aan de ene kant heel erg blij over gewoon de hele afgelopen 2 weken hoe je die hebt gepresteerd en wat we met het team hebben neergezet. Maar ik denk dat we goed toernooi gespeeld hebben en ja, volgend jaar zeg maar nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ja, wie weet komen we dan nog een keer met die gouden medaille terug. Handbal is het afgelopen jaar ongekend populair geworden door de prestaties van deze ploeg op onder meer het WK, EK en de Olympische Spelen in Rio. En dat zorgt voor een ware hype. Ja, ik geloof dat wij dat zelf niet helemaal in de gaten hebben, maar misschien dat we daar juist ook wel een beetje afstand proberen te houden. Ze leven allemaal met ons mee, dat is echt dat is superleuk om te zien, maar ja, ik had hier liever met een gouden plak gestaan. Ja, je merkt echt dat het handbal wel leeft nu in Nederland en dat is iets om trots op te zijn en ja, daar moet je alleen maar van genieten, want dat is niet altijd zo geweest.